Kom maar, nu niet treuzelen. Ik wil niemand zien. Ik ben vandaag 50 geworden. Ik heb een midlife crisis. Als mevrouw mij wilt volgen naar de eetkamer? Huh? Happy birthday to you. Van gelukkige verjaardag Pascal, bloemen van Paul, Bieleke en mij. Oh, ik ben zo ontroerend. Een voedselpakket uit het leger, namens Xavier en mij. Je wordt tenslotte maar 1 keer 50, hè? Het is het gebaar dat telt. Ik heb een prachtige koekoeksklok voor u. Ze is kapot, maar voor een zacht prijsje zal ik ze herstellen. Bedankt, Vernoot. Markske en ik hebben dit voor jou gekocht, maar maak het maar open. Oh, een hangertje met een diamant. Prachtig. Boma zou Boma niet zijn als hij niet met het grootste geschenk aankwam voor zijn amour de toujours. Oh! Beste kwaliteit. Vast vlees, stevige poten, glanzende pels, 5 liter volle melk per dag. Ja, dat weet ik, maar het is nu tweedehands geit. 50 euro. 50 euro? Maar dan verlies ik 50 euro. Het geld groeit niet op mijn rug, hoor. Nee. Aha. Ik krijg een goed idee. Ik zal van mijn geit wel afraken. Wat later. Halt! Stoppen, Oscar! Dat is iets voor ons kleinzoontje. Aan halve prijs. Dat is een koopje. Fijn. Ik heb 50 euro winst. Ah, heerlijk. Laat Pauline eens denken, Paul. Zeg, koop je eigen kokosnoot? Oh, zo kan ik niet, egoïst. Laten we schapen zoeken om de kokosnoten te kunnen kopen. Zeg. Voor mij 2 mango's, Ferro. Voor mij 1. Ik let op mijn lijn. 3 bananen. Niet dringen, er is genoeg voor iedereen. De nacht valt, we moeten een veilige plek zoeken om te slapen. Vernon is bezig een hut te bouwen voor ons. Hij is de kwaadste nog niet. Het is echt vriendelijk dat je een schuilhut bouwt, Vernon. Zo hebben we vannacht tenminste wat beschutting. Hoera, die hut is alleen voor mij. Ik bewaar er mijn voorraad. Maar als iemand van jullie achterin wil slapen, kan dat voor 80 euro per nacht. 8 schapen. Wat blieft? Nee, bedankt. Geld wel? We bouwen zelf wel hutten. Veel succes ermee. Morgen beginnen we eraan. Vannacht zullen we in openlucht niet slapen. Dit is een geschikte plaats. Wee. Nee, Pauline, nu is het genoeg. Je weet, papa moet streng zijn voor mama. Wee. Waf, 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 waf. Oh, hondje. Balthazar? Balthazar? Waf, waf. Hoe komt de hond van oma Boma hier? Ah, daar is dat beest. Nu begrijp ik waarom hij zich heeft losgerukt. Wat doen jullie hier? Oma Boma? Oma! Bik is naar Mila vertrokken voor een congressie. Oma Boma? Ik keer net terug van een weekendje Benidorm. Dat zie je wel aan mijn kleurtje. Ik heb Balthazar moeten meenemen omdat hij mijn zoon geen tijd had om op hem te passen. Hij moest zogenaamd naar een studiedag over fijne vleeswaren in Amsterdam. Allemaal uitvluchten. Oei! En hij kan me natuurlijk ook niet komen ophalen. Niks heeft hij over voor zijn oude moedertje. Hoe raak ik nu weer op mijn flatje in Knokke? U kunt met ons meerijden. We brengen u wel. Pang, wang, wang, pang. Boef! Oei, oei, oei.
Ah, daar is hij. Paul, we waren ongerust. Is alles oké met de piloot? Maak je geen zorgen. Hey, Doortje, hij drinkt af en toe een slokje mee. Hij kan er tegen. Het is een Zuid-Amerikaan. Kijk, hij heeft me de rest van de fles gegeven. Zelfgestookte rum. Zeg, jij bent ook al boven je theewater. Ambiance, mannen! Leven de kampioenen! Toet! Als dat hier maar goed afloopt, Bieke. Ik hoop dat de piloot weet wat hij doet. Oef, het is eindelijk stil aan boord. Mark en Paul slapen een roes uit. Zeg Mariske, is het normaal dat ik een dolfijn zie voorbij zwemmen? Oei, dat kan niet kloppen, zeg ik altijd. Help, we vliegen maar een paar meter boven de golven. Wat is er met de piloot aan de hand? Vlug! Ik heb de indruk dat we de stroming ons steeds verder naar het westen voert. Wow, tof, dan hoeven we niet eens te zwemmen. Maurice, ik wil naar huis. Ik zeg altijd, ik wil Pascalke, maar hoe? Man. Nou, ik ga niet meer met Boma op reis. Ja, maar ik kon dit toch niet voorzien? Bijna 3 weken spelen we een belangrijke match tegen Schellekens. Die valt nu wel in het water, voorzitter. Die valt in het water! Dat is grappig, Paul. De situatie is niet om te lachen, Mark. Misschien raak je niet levend weg. Oei, nee. Wee, ik wil niet verdrinken. Ik ben nog te jong om te sterven. Rustig, Paulientje. Het komt allemaal goed. Ik weet zeker dat ze ons hier zullen komen redden. Oh, tof. Dat is een pak van mijn hart, Bieke. Xavier! Doe iets! Ik heb honger! Maar Sjoeke, het is niet het moment om aan eten te denken. Mannen, we moeten proberen samen te blijven. We mogen elkaar niet uit het oog verliezen. Hoe lang zal dit nog duren? Man. Miserie, hè, meneer Fernand? Je mag het gelukkig niet komen. We gaan eerst een leeuwen eten geven. Kijk, daar zijn ze. Ze zijn hongerig. We gooien het voedsel door dit luik naar binnen. Als u dat nu even openmaakt. Oei! Ai! U moet duwen, meneer, niet trekken. Oeps! Oei! Ah! Meneer, wat doet u nu? Ai! Papa! Potdorie, wat gebeurt daar allemaal, Balthazar? Help! Doe iets! Houd u goed vast aan de deur, meneer. We zullen proberen de leeuwen weg te lokken. Vlug! Domme papa, mama zal boos zijn. Kak! Pa, gaan we samen een zandkasteel bouwen? Het is vandaag mijn laatste dag vakantie. Ik wil weten hoe mijn boek afloopt. Doe toch iets leuks met je zoon. Dat boek kan je vanavond ook nog uitlezen. Oké, maar dan maken we er een wedstrijd van. Wie maakt het mooiste zandkasteel? Afgesproken. De piramide van Cheops, dat kon ik als kind al. Eerst een zandheuvel maken, dan mooi aankloppen, extra verstevigen met water, vervolgens 4 zijvlakken maken. Dat hij me dat eens nadoet. Nopel, kijk eens! Hé, hey, wat is dat? De kathedraal van Chartres, gebouwd tussen
1194 en 1220. Een hoogtepunt van de Franse vroegotiek. Waar ligt de belastingaangifte dat ik ze invul? César, je zei het toe. Dan moest ik eerst nog zeggen, die belastingaangifte ligt hier al weken. Wanneer gaat pas César die eens invullen? En dan komt gij op César. Ah ja, dan ga ik weer naar buiten. En de belastingaangifte ligt hier al weken. Wanneer gaat César die eens invullen? Ik zei, wanneer gaat Kaska César die eens invullen? Hij zal wel gaan komen. Dat hij wel zal komen! Als ik de hoofdrol had gespeeld, dan was het vooral al lang op dreef. César? César, wat zit je daar aan het doen? Ja, wat denk je? We zullen het nou maar al beginnen zonder hem. De lezer weet toch niet wat er normaal had moeten komen. Oei oei, zo'n belastingsformulier invullen is moeilijker dan ik had gedacht. Maar dit is een tekenfilmstudio. Nixweert heeft een hele tekenfilmstudio in dienst genomen om tekenfilms over ons te maken. We hebben naar op voorhand gemaakte tekenfilmpjes zitten te kijken. Het was allemaal niet echt. Het waren vuile trucken om ons fortuin af te troggelen. Kom, we gaan ons geld op de degelijke bank zetten. Boris, je mocht geld hebben, zoveel je wilt. In de liefde zult je altijd een loser blijven. Het enige waar jij aan kunt geraken is een oude slons, gelijk die daar. Wat? Mijn verloofde beledigen? Bill, geef hem nog een miljoen stokslagen. Later. En nu eindelijk eens van ons leven profiteren. De toekomst lacht ons tegemoet. En ik heb zoveel onderbroeken als ik wil. Slash! Ding 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 ding. Mondijgopfer! Tido, ik heb de vuil op terug, vrouw.